Deze egel is op 14 december binnengekomen. En dit was ook een kleintje. De egelopvang in Papendrecht zit vol met graadmagere egels. Door de droogte, late bevallingen en weinig insecten hebben jonge egels niet op tijd hun buikje vol kunnen eten om in winterslaap te gaan. Deze egels zouden nooit redden in de natuur. Ze zouden wel in winterslaap gaan, maar ze zouden gewoon helaas niet meer wakker worden. Nou, als ze eenmaal doorhebben dat het pap is en geen medicatie, dan werken ze wel meestal mee. Even meewerken. Ik vind het wel lekker. Moeders zijn gewoon heel laat bevallen. Het was nog in oktober, we hadden nog temperatuur volgens mij van 15 graden. Maar ja, op een gegeven moment begon de temperatuur te kelderen. En dan zegt moeder ook van, ik ga kies voor mezelf. Zo is helaas de harde natuur. En dan worden de jongen achtergelaten. En godzijdank worden er wel heel veel jongetjes of heel veel jongen nog gevonden door mensen. En dan gebracht naar opvangcentra's. Nou, hij is aangekomen, dat is goed. En alles wat er ook nu is, gaat ook mee naar volgend jaar. En het wordt volgend jaar in het voorjaar allemaal losgelaten. Hé, schatje. Ja, dat heb je goed gedaan. Zo.